Nee, het moest absoluut niet met kinderen, maar het feit is, het is een verhaal over een jongetje van 11 en er is heel veel van mijzelf in dat jongetje geslopen eigenlijk, toen ik dat aan het schrijven was. En dat merk ik ook als ik zo, achteraf dan ook, als ik zo de film bekijk of het scenario herlees nog een keer, dat ik wel het gevoel heb van, oké, ja, dat is eigenlijk ook nog van mij, of onrechtstreeks zit dat er ook van mij nog in. Dus in dat opzicht is het iets dat ik, een verhaal dat ik nu verteld heb, dat eigenlijk heel dicht bij mezelf ligt en waarvan ik heel veel herken van mezelf in dat manneke. En ik denk dat daarom is en ik denk dat ik nu gerust iets zou kunnen schrijven ook over zoekende eind de twintigers of zoekende mensen die 30 worden. Omdat dat nu wel zo hetgeen is waarmee dat ik bezig ben in mijn leven, maar voor Billy de Bully was het echt een verhaal dat, waarvan ik veel uit mijn eigen kindertijd gehaald heb. En dus ook echter is dan, denk ik. Ben je gepest van eens? Maar ik zat zo'n beetje in de twee categorieën. Ik was enerzijds de felle mond die dus het geestig vond om andere mensen af en toe het leven zuur te maken. Waar ik niet trots op ben nu. Maar anderzijds door mijn felle mond werd ik ook wel... Allee, door gasten met nog een fellere mond dan ook wel gepest. Zo. Dus eigenlijk laak ik daar zo wat tussen. En dat is ook bij het manneke in mijn film. Dat zo... omdat ik ook vind dat zoiets is nooit zwart-wit. En heb nooit de goede of nooit de slechte. En ja, ik denk dat iedere mens ergens in die grijze zone zit. Van... Ja, niemand is alleen maar goed of niemand is alleen maar slecht. En op het einde van de film denk ik dat je als kijker ook zo ergens het gevoel moet hebben van... Oké, wat vind ik nu? Vind ik nu juist dat jij de goeie is of dat jij de slechte is? Of iets daartussenin? Dus dat was voor mij belangrijk, omdat er zijn al zoveel films gemaakt over... Ik wou geen typische antipestfilm maken waar dat de pester de slechte is en de gepeste het kleine arme kneusje is. Allee, dat wil ik absoluut niet doen. En, dus ja, ik wil gewoon iets echt maken ofzo. En niet een film dat ze in school kunnen gebruiken om tegen antipesten ofzo. Allee, denk ook dat het geen kinderfilm ofzo is of geen jeugdfilm, maar ik denk dat hij dat overstijgt ook. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.